Mira! De dag na de grote winst bij Holland's Got Talent stromen de complimenten binnen voor de Nijmeegse Amira, die wel even moet bijkomen. Het is uitgeroepen tot Gelders politiek hoogtepunt 2013. Het maandenlang actie voeren en de overstap van 800 medewerkers bij Sensire. En het is geen gesnotter door een verkoudheidje, maar met de zachte buitentemperaturen een aanval van hooikoorts. Goedenavond, het nieuws van zondag 29 december, de dag na Amira's overwinning in Holland's Got Talent. Toen ik naar de finale ging, dacht ik echt van, oké, ik ben echt heel ver gekomen en ik verwacht echt niet dat ik ga winnen. Maar toen win ik toch, dus dat is wel heel erg verrassend. Ja, ze kwam, zong en overwon. De 9-jarige Amira Willehagen uit Nijmegen heeft gisteravond Holland's Got Talent gewonnen. De jonge operazangeres kreeg meer dan de helft van alle stemmen. Ik dacht, als ik wakker word, is het niet gebeurd, net zoals met de Golden Ticket. En dat is toch wel gebeurd. En, ja. Een beetje beduusd nog zit de 9-jarige winnares slechts enkele uren na de finale weer gewoon thuis. En terwijl Amira inmiddels het bekendste Nederlandse meisje van 9 is, blijft ze nuchter. Eigenlijk is het niet zo heel erg anders. Er komen soms wel camera's of er komen bijvoorbeeld beroemde mensen hier naartoe. Bijvoorbeeld de burgemeester komt hier naartoe. Dat is dan wel anders. Dat was eerst niet zo, maar eigenlijk is het thuis gewoon op een zondag nog gewoon hetzelfde. Al sinds haar auditie is Amira de meest opvallende deelnemster aan de talentenjacht van RTL. Haar optreden werd op YouTube miljoenen keren bekeken. En na een knallend optreden gisteravond kon ook de overwinning niet achterblijven. De winnende act van Holland's Got Talent 2013 is geworden, volgens de kijkers thuis, volgens alle mensen die hebben gebeld en ge-sms'd, Amira! Dat was natuurlijk geweldig. Dat was natuurlijk echt geweldig, ja. We hadden natuurlijk wel een beetje gehoopt, maar bedoel, je wacht dan toch wel dat het echt ook die naam genoemd wordt. Dan hoorden we Amira en dan sprongen we helemaal. Ik sprong zo 20 centimeter in de lucht. Voor Amira is het natuurlijk geweldig. Dat zijn alles wij als kan hem optreden, want het zit in haar bloed, hè, dat optreden, dat performen. En wij gunnen haar de kans en we willen graag met haar dat meemaken. Niet alleen de familie is trots. Ook de burgemeester van Nijmegen komt deze bijzondere inwoonster vandaag speciaal feliciteren. Ja, het is natuurlijk wel heel, heel bijzonder. Hè. Er zijn natuurlijk heel veel mensen met een talent, maar zo'n talent dat je op toch een van de belangrijkste grootste shows in Nederland tot winnaar wordt uitgeroepen op 9-jarige leeftijd, dat is absoluut reden om even persoonlijk een hand te komen geven. En voorlopig houdt de aandacht nog niet op. Het Jeugdjournaal, RTL Boulevard en de krant staan in de planning. Maar één ding wil Amira nog het liefst. En met André Rieu weer optreden, want dat was echt heel leuk. Want dat was een masterclass. Ik zou ook heel graag met hem willen optreden. Onvermoeibaar voerde het personeel van thuiszorgorganisaties en zieren actie voor hun baan. En voor goede zorg voor de mensen bij wie ze soms al jaren aan huis kwamen. En met resultaat, want op 7 november kwam er een akkoord. Dit moment is door de Gelderse leden van het 1 Vandaag opiniepanel gekozen tot het politiek hoogtepunt van 2013. Betrokkenen blikken terug. Er is zekerheid over het voortzetten van de werkgelegenheid van de kleine 800 zorgmedewerkers met vast arbeidscontract bij Sensire met ingang van 1 januari 2014. Bijna 2 maanden na het verlossende woord van waarnemer Hans Borslap is er nog steeds euforie bij Sensire medewerkster en actievoerster Esther Buiting. En op een gegeven moment zegt hij het verlossende woord. Ja, er kwam de emotie natuurlijk los bij iedereen. En vooral door de emoties van je collega's, ja, dan kwam je zelf ook te tranen. Gewoon van opluchting. Uiteindelijk voorbij is. De dag heeft ook een grote indruk gemaakt op de Doetinchemse wethouder Wilschut. Het was voor mij wel heel emotioneel en bijzonder om door Lilian Marijnis had gezegd, ga nou mee naar de plek waar de thuiszorgmedewerkers zitten. En daar werd ik toegezongen en bejubeld. Dat maak je als wethouder in je dagelijks leven heel weinig mee. En daar voelde je, laat maar zeggen, dat hij voor al die mensen dat akkoord wat we bereikt hebben betekenis hadden. En dat je daar dan iets aan bijgedragen hebt, ja, dat is een heel mooi gevoel. De 800 Sensire medewerkers worden per 1 januari overgenomen door thuiszorgorganisatie TSN of Zorgkompas. Dit kan doordat de Achterhoekse gemeenten €425.000 meebetalen aan de overstap. Sensire laat nu weten dat alles heel anders was gelopen als de thuiszorgorganisatie in het voorjaar ook had kunnen rekenen op deze financiële bijdrage van de Achterhoekse gemeenten.
En hoewel de rust lijkt teruggekeerd in de Achterhoekse thuiszorg, strijden de medewerkers samen met de vakbonden en de SP nog steeds voor een goede cao en tegen de aankomende bezuinigingen. Bezuinigen op de thuiszorg, dat kan gewoon niet. Op gld.nl vindt u de top 7 aan politieke gebeurtenissen van afgelopen jaar. Hoofdpijn, tranende ogen en niezen. Door de relatief hoge temperatuur kunnen hooikoortspatiënten er nu al last van krijgen. Dat meldt de Wageningse website allergierader.nl. De eerste hazelaars en uitheemse elzen komen al in bloei, wat problemen veroorzaakt bij hooikoortspatiënten. In de winter, als je nu verkouden bent, denk je, dat komt door de regen, verkouden. Maar als je allergisch bent, is het toch eens even goed om na te denken, zou het misschien ook hooikoorts kunnen zijn. Want elshazelaars staan dus nu gewoon in bloei. Dit is een Caucasische els waar we voor staan. Die begint vol in bloei te komen. Dat zie je goed aan die katjes en die sliertjes die aan die bomen hangen. En daar komen allemaal pollen uit op dit moment. De komende dagen zal deze echt vol in bloei gaan komen als die temperaturen hoog blijven. Dus dan nog meer niezen? Dan zullen de mensen die last hebben van hazelaarpollen flinke klachten gaan ontwikkelen. En dat is nu al te merken op de website allergierader.nl. Waar hooikoortspatiënten aangeven welke mate van klachten ze ervaren. De schaal loopt van 1, geen klachten, tot 10, maximale klachten. De klachten nu worden veroorzaakt door de hoge temperatuur. De gemiddelde temperatuur ligt deze decembermaand meer dan 2 graden boven het langjarig gemiddelde. Ja, het is natuurlijk bizar warm geweest de afgelopen dagen weer. Het is een van de warmste decembermaanden ooit en daardoor komen deze al in bloei. Schaatser Stefan Groothuis uit Voorst heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen op zijn favoriete afstand, de 1000 meter. Groothuis won de rit in een tijd van 1 minuut 8:51. Vrijdag greep de sprinter nog naast een ticket naar Sochi op de 500 meter. Ook op de 1500 meter zal Groothuis morgen nog in actie komen op het Olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen. De baasjes houden hun hart vast, want vuurwerkgeknal tijdens de jaarwisseling jaagt hun honden de stuipen op het lijf. Om oud en nieuw toch prettig door te komen, zijn er speciale vuurwerktrainingen voor honden en hun eigenaren. Zoals vandaag in Ewijk. Lawaai, de geuren en kleuren van het vuurwerk. Daar kunnen de viervoeters tijdens deze training aan wennen. Vooral de jonge hondjes hebben baat bij de cursus. Dit is zijn eerste oud en nieuw. Het is nog een jong hondje. Hè? Hij is nog helemaal niks gewend. Geen harde geluiden, geen harde knallen. Dus we willen hem hiermee laten wennen. Want anders verloopt oud en nieuw met al het geknal niet prettig voor de honden. Vooral om de angst een beetje terug te dringen. In ieder geval dat ze een leuke oud en nieuw, een leuke jaarwisseling hebben. Maar ook de baasjes wordt een belangrijke les geleerd. Zo moeten ze geen schrikreacties tonen tijdens het vuurwerkgeknal. Door vooral rustig te blijven en hem gewoon zorgen dat hij zelf rustig blijft. En de hond tijdens de jaarwisseling binnenhouden, de radio hard aan en de gordijnen dicht. Toch is de vuurwerktraining niet voor elke hond bedoeld. Als een hond een hele grote angst heeft, dan zijn dit soort trainingen daarvoor niet geschikt. Dan zit je toch echt aan privé trainingen te denken. Moet hij naar de psycholoog? Zo kan je het zeggen. Psycholoog, ja. Jij hebt ook wel kalmeringsmiddeltjes natuurlijk voor de hond. Ik ben er zelf niet echt een voorstander van, maar er zijn goede middeltjes op de markt wat voor zo'n hondje goed helpt. Het is een kruising tussen Kangal en een Caucasische Ootjarka. Het zijn honden die totaal geen angst kennen. Ze worden ook bij leeuwen gelaten en bij tijgers enzovoorts. En ze deinzen nergens voor terug. En waarom zit hij dan toch op vuurwerktraining? Ja, je weet maar nooit, hè. Nog één belangrijke tip voor de hondenbezitters. Laat uw trouwste vriend tijdens de jaarwisseling nooit alleen. Dan moet mijn vrouw binnen blijven. Met de hond? Ja, precies. Ga ik mooi naar buiten toe. Dit is duidelijk geen bobslee, maar het is zeker zo moeilijk. Welke sport het dan wel is, dat ziet u zo. Een nieuwe zoektocht naar de vermiste Henry de Vries uit Harderwijk heeft geen resultaat opgeleverd. Met reddingshonden in onder andere het Markenmeer en Gooimeer en Wolderwijd werd gezocht naar de Harderwijker, die sinds 27 november wordt vermist. Hij is voor het laatst gezien in Almere. Een bijzondere geboorte vannacht in het Dolfinarium in Harderwijk. Tuimelaar Molly zette een decemberbaby op de wereld. Het is de eerste keer dat er in het dolfinarium een dolfijn in de winter geboren is. De meeste dolfijnen worden in de zomer verwekt en geboren. Moeder en kind maken het goed. Het is nog niet bekend of het om een babyjongetje of meisje gaat. Een cafetaria op de Hommelseweg in Arnhem is vannacht overvallen. De eigenaar van het cafetaria sloot net af toen een man op de deur klopte. Toen hij binnen was, bedreigde hij de eigenaar met een steekwapen.
Een andere man kwam de zaak binnen en haalde de kassa leeg. Het tweetal gingen daarna rennend vandoor. Baanwielrenster Alice Lichtlee uit Eerbeek, hier op archief, is gisteravond in Apeldoorn Nederlands kampioen op de sprint geworden. In de finale was ze te sterk voor Jesna Rijkhoff. Vrijdag veroverde Lichtlee al de titel op de 500 meter. Popkoren uit heel Nederland streden vandaag in Arnhem om de top 2000 bokaal. Arnhem stond de afgelopen week helemaal in het teken van de top 2000. Het klassement van de 2000 populairste popliedjes aller tijden. De koren zongen een aantal nummers uit de ranglijst. Wie dat volgens de jury het beste deed, moet nog bekend worden. Met je slee professioneel door een baan glijden. Het gebeurt ook in Gelderland. Kimberly Bos uit Ede verruilde de bobslee voor een eigen slee. Ze bleek een talent in de wintersport skeleton. Ze traint nu voor de wereldjunioren kampioenschappen in Duitsland. Zo maakt ze zich klaar voor de training op Papendal in Arnhem. De 20-jarige Kimberly met haar oefenslee. Dit jaar behaalde ze al een zesde plek bij de Europa Cup. Hier in het Duitse Winterberg. Want ja, je gaat zo hard over het ijs en het is zo dichtbij dat je echt wel het idee hebt dat je als een raket door die baan heen gaat. Skeleton, dat is een vorm van bobsleeën. Je gaat op een soort dienblaadje eigenlijk de bobsleebaan af. Met je hoofd naar voren en dan zo snel mogelijk over de finish. Met je neus boven het ijs, ja. Dat is nogal wat. Ja, ik vind het leuk. Nu al naar de jeugdwereldkampioenschappen, terwijl ze de sport nog maar net beoefent. Hoe lang doe je het al? 4 maanden. En hoe bijzonder is dat? Ik denk dat er in totaal nu 2 Nederlanders voor mij daaraan mee hebben gedaan. Haar ouders hebben Kimberly nog niet op een wedstrijdbaan in actie gezien. Dat gaat straks gebeuren. Zelf hebben ze de baan ook even hier getest. Oh, mooie tijd, Mike. Ik heb het hier op de baan geprobeerd, al liggend. En ik vond het heel dicht bij de grond. Dus ik weet niet hoe het in het ijs, maar voor mij staat het nog vele malen enger. Want dan heb je nog een hele ijswand om je heen. Dus, De eerste keer dat ik een sms'je kreeg met 122 km per uur over het ijs, dacht ik van, zo. Nou, zo, jij ligt klaar. Kom je? Het zusje van Kimberly moet er ook aan geloven. Ja? En het is echt niet makkelijk. Eind januari, dan komt Kimberly Bos in actie bij de wereldjuniorenkampioenschappen in Winterberg. Ben je er klaar voor? Ja, helemaal. En welke plek denk je te behalen? Ergens in de top 10. Van een forse storm, een inbraakgolf tot een ontslagen trainer. Kijkt u naar een greep uit het belangrijkste nieuws van de afgelopen week. Dank. Een storm velt in onze provincie de nodige bomen. Hier in Barneveld valt een boom bovenop een huis, waardoor een schoorsteen wordt vernield. De storm bezorgt de brandweer veel werk om huizen te beschermen en wegen en paden begaanbaar te houden. De vloerplinten geschilderd en de kast van de ketel. En dan is het toch echt af. In precies 10 weken tijd is door de inwoners van Didam een nieuw onderkomen gebouwd voor de broers Leslie en Sven. Die twee raakten in september hun ouders en hun thuis kwijt na een explosie. Ik vrees nooit, nee. Maar Pieter Huistra moet als trainer toch het veld ramen bij het kwakkelende De Graafschap. Hij krijgt het niet voor elkaar om het zogeheten dranvoetbal te spelen. Opvallend vaak is er dit seizoen ook verloren op de eigen Vijverberg. Ik hoor dat er gemeenten zijn die zeggen van die wet bestaat voor ons niet. Vanaf 1 januari is het voorbij. Dan moet je 18 zijn om te mogen drinken. Maar veel Gelderse gemeenten zijn bezorgd over dat alcoholverbod, zeggen ze in een enquête van Omroep Gelderland. Ze vragen zich vooral af hoe ze het moeten controleren. Het wordt steeds gekker, het wordt steeds zwaarder. Het illegale vuurwerk dat dit jaar in omloop is, is extreem gevaarlijk. Veel vuurwerkbommen zijn wel 3 of 4 keer zo krachtig als een gemiddelde handgranaat, waarschuwt de politie. Je moet natuurlijk wel even je toilet door kunnen spoelen. En in Apeldoorn zitten 1600 huishoudens zonder stroom en water. De oorzaak? Een kapotte waterleiding. Goeiedag, heren. En geen kerstmaaltijd voor deze Edenaren. Ze patrouilleren door de wijk omdat inbrekers met kerst
hun slag blijken te slaan. Het is niet alleen in Ede, het is eigenlijk door heel Gelderland heen. Ja, alles prima hier ook. Bedankt, uit. En dan nog het weer. Ja, Dennis, het was vandaag best een zachte dag voor december. Het jaar is dan nog niet voorbij, maar we kunnen nu al concluderen dat december 2013 tot de zonnigste behoort alle tijden. En ook dit weekend scheen hij weer geregeld. Morgenochtend zien we hem ook nog regelmatig, voordat de bewolking toeneemt vanuit het westen op nadering van deze storing die nu nog op de oceaan ligt, maar snel dichterbij komt. En zo tegen de avond ook regen gaat brengen. Nou, voor die tijd was het vandaag dus droog, met flinke zonnige periode. Vanavond ook nog lange tijd helder. In de loop van de nacht trekken dan een paar van die lage wolkenvelden binnen. Maar voor die tijd is de temperatuur al gedaald tot dicht bij het vriespunt. Aan de grond kan het lokaal ook licht gaan vriezen. De wind die trekt aan uit een zuidelijke richting. Die wordt veelal matig, windkracht 3 tot 4. Ja, en dan morgenochtend dus nog eerst flinke zonnige periode. Maar vanuit het westen neemt de hoge bewolking toe. En in de middag worden die wolken langzaam dikker vanuit het westen. En dan gaat het ook een beetje regenen zo tegen de avond. Allereerst in het westen van de provincie. Dat trekt zo in de avond ook naar het oosten toe. Nou, voor die tijd temperaturen van zo'n 7 of 8 graden en een matige tot soms vrij krachtige wind uit een zuidelijke richting. Stevige wind dus en regen in de avond en nacht, maar op Oudejaarsdag komt er ook weer een andere storing dichterbij die ook af en toe wat gespetter brengt. Dus niet helemaal droog op die dag, hopelijk tijdens de jaarwisseling wel. En dan op de eerste dag van het nieuwe jaar dan vrijwel droog weer met een glimpje van de zon. Maar daarna wordt het gewoon weer wisselvallig en het blijft uitermate zacht. We waaien het oude jaar uit en we waaien er ook zo weer in. De onderwerpen van deze uitzending in het kort. De 9-jarige Amira uit Nijmegen houdt haar hoofd koel, al wordt ze een dag na de winst bij Holland's Got Talent overspoeld met complimenten. En de doorbraak bij thuiszorgorganisatie Sensieren is uitgeroepen tot belangrijkste Gelderse politieke gebeurtenis van 2013. Dit was het. Ik wens u nog een fijne zondagavond.